meteen beginnen met het Schiphol-project. We hebben al één les gehad. We hebben een kind in de klas en die moeder heeft het lespakket ontwikkeld. En die heeft gevraagd of wij een pilotschool willen zijn om te kijken hoe het Schiphol-project in zijn werk gaat. En dat leek ons heel erg leuk. Vooral omdat de kinderen in de buurt van Schiphol wonen. En ik wel vind dat ze daar dan iets van af moeten weten. Maar er zijn in totaal 3 modules. Je hebt rekenen, je hebt geschiedenis en je hebt Engels. En met die modules gaan de kinderen aan de slag. Ze moeten filmpjes kijken, overleggen met elkaar, tekenen, woordzoekers. Hele verschillende werkvormen waarmee ze aan de slag gaan. Gates. Gates. Heb je een telefoon in de hand? Weet je wat het is? Maar gangen of zo. Ingang naar het vliegveld. Het is gewoon leren op een leuke manier. Je leert zeg maar nieuwe dingen over Schiphol, dingen die je eigenlijk nooit bij stilstaat. Dat het eerst een hele modderige boel was zeg maar en dat ze die mensen droegen naar hun vliegtuig. Eigenlijk doe je het helemaal zelf. Je krijgt niet veel uitleg en je moet het een beetje zelf doen en dat is wel heel erg interessant zeg maar en leuk. Ik heb geleerd dat je namelijk een soort van lounges hebt in het hele gebouw en dat had ik nog nooit geweten. Ik wist dus nog niet dat er een soort business lounge was of zo. En yoga of zo. Dat vind ik echt heel leuk.